geachte genodigden. Goedemorgen, bestuurders, leiders van Vlaanderen en bij uitbreiding van dit hele land. Politici, rechters, diplomaten, bedrijfsleiders, vertegenwoordigers van het middenveld en de geloofsgemeenschappen. Mensen van goede wil, wees van harte welkom op dit feest van de Vlaamse gemeenschap. J'aimerais également souhaiter la bienvenue à tous nos amis francophones à cette fête de la communauté flamande. Votre présence envoie un signal de grande importance aux toutes autorités du niveau belge. Après les résultats des élections du 26 mai, qui ont bousculé notre pays et toutes ses régions, les hommes et femmes au pouvoir sont en phase de réflexion, non seulement sur leur propre futur, mais également sur le futur commun de notre pays. Néanmoins, et quelle que soit la direction souhaitée, entrer en dialogue les uns avec les autres sera indispensable. Votre présence aujourd'hui démontre que les lignes de communication sont heureusement encore ouvertes. Deswegen freut es hier sehr am diesem Tag der flamischen Gemeinschaft auch einige prominente Mitglieder unserer deutschsprachigen Region begrüßen zu können. Drei Tage nach der Wahl haben sie schon eine neue Regelung zustande gebracht. Da können wir Flamen und Wallonen nur davon träumen. And on this joyful day, I would also like to welcome all our diplomats and ambassadors. Brussels is not only the capital of this small but precious nation, it is also still the capital of Europe and home to many expats on a mission. You not only enrich this community, but the whole of our country. Let's hope Brexit and other escapades will not drive a wedge between us. We are facing interesting times, standing on the verge of changing political landscape, nationwide and internationally. May the voice of reason lead us to an even more solid and sound democracy. Voeren we twee heren van stand aan het woord laten, met name de burgemeester van Brussel, in ons prachtige stadhuis we hier te gast zijn vandaag, en uiteraard de voorzitter van het Vlaamse parlement, laten we eerst enkele mannen met liefde voor de muziek en de Nederlandse taal op u los. Rock met inhoud, kleinkunst met gitaarriffs. Wie een beetje onze muziekgeschiedenis kent, kent zeker de heren van de mens. En anders is het vast een fijne ontdekking. Ze zijn hier met vier akkoorden en een van hun grootste hits. Jeroen Brouwers schrijft een boek. De Mens. Dank u voor uw applaus. Dat mocht nog wel langer duren, want we moeten eigenlijk nog inpluggen. Dat is niet erg. Goedendag iedereen. Vier akkoorden. Hier zien, dat is nodig. We leven dus, we moeten iets doen. Veel meer heb ik niet, vier akkoorden, tot je mij weer ziet en begrijpt. Loop me in de weg, kom me troosten. We leven dus, we moeten het kwijt. Hou van me, hou van mij, kijk niet naast me als je naar me kijkt. Hou van mij. Als je naar me kijkt, veel meer is het niet. Vier akkoorden, beelden van plezier en ook pijn. We laten ons hier zien, dat is nodig. We leven dus, we moeten er
zijn. Hou van me, hou van mij, kijk nu naast me als je naar me kijkt. Hou van mij, kijk niet naast me als je naar me kijkt. Hou van me, hou van mij, kijk niet naast me als je naar me kijkt. Hou van mij, kijk niet naast me als je naar me kijkt. Het niet, vier akkoorden tot je mij weer ziet en begrijpt. Dankjewel. Jeroen Brouwer schrijft een boek.
een lied en deed dat goed. Fijn om te zien dat er toch ook veel beweging zat in deze zaal. Sommige clichés, dat moet ik u niet vertellen, zijn soms ook gewoon waar. Brussel is een stad waar veel Vlamingen, maar ook Brusselaars en vele andere Belgen een soort haat-liefde-verhouding mee hebben. Het is dan ook een stad vol uitdagingen. Veel bestuurders, een versnipperd beleid, veel problemen en soms ook te weinig oplossingen en geld. Een stad waar we mee worstelen. We willen ze anders, maar we willen ze zeker niet kwijt. Ze trekt aan en stoot af, zoals in elke grote liefdeshistorie. De verhouding van de Vlaming met zijn hoofdstad is tekenend misschien ook voor onze volksaard. We geven graag veel commentaar en pakken kritiek, maar vergis u niet, we lossen ze ook niet. Dat ander geen beding. En als we in het buitenland zijn, dan zijn we al heel blij als ze uiteraard Brussels kennen. Met zijn atomium, oké, het is geen Eiffeltoren of Big Ben, zijn prachtige grote markt en volgens sommigen het oudste mannekepies van het land. Als geboren Gerardsbergse zal ik dat uiteraard met kracht en recht ontkennen. Ja, het is waar gewoon. Brussel is natuurlijk ook niet voor niets de stad van onder meer René Magritte, onze meest absurde grootmeester. Zijn signatuur is wereldwijd verspreid, origineel en uniek in zijn onnavolgbaarheid. Onze volksgaard met zijn soms rare gedachtenkronkels verheven tot grote kunst, met de nodige zelfspot en zelfkritiek. Maar ook op heel eigen wijze visionair. Zoals Magritte het zei, être surréaliste, c'est bannir de l'esprit déjà vu et rechercher le pas encore vu. Dat is misschien iets wat de politiek vandaag ook kan proberen. Ik had trouwens onlangs het genoegen in Venetië te kunnen zijn en de Biennale te mogen bezoeken. Over het Belgisch paviljoen ga ik het zwijgend toe doen. Ik heb het wellicht niet begrepen. Maar in mijn top 5 stonden 2 Belgen. Luc Tuymans in Palazzo Grassi en ja, ook René Magritte bij Peggy Guggenheim. 2 grootmeesters van eigen bodem of hoe ons talent geen grenzen kent. Laten we dus misschien ook aan hen een voorbeeld nemen en minder muren optrekken en de deuren opengooien, zoals vandaag. Want het blijft toch ook een mooie geste dat de burgemeester van Brussel mee zijn schouders zet achter deze Vlaamse feestdag. En hier graag ook het woord neemt. Geef hem dus een warm applaus. Meneer Philippe Kloos. Wat een fantastische toespraak over Brussel. Bedankt. Premier, meneer de voorzitter van het Vlaamse parlement, meneer de voorzitter van de Kamer en van de Senaat, meneer de voorzitter van de parlement van de Federatie Wallonie-Bruxelles, mevrouw de minister-president, meneer de minister-president, beste meneer en mevrouw de ministers, beste vertegenwoordigers, beste collega-burgemeester, beste schepenen, beste aanwezigen. Het is een waar genoegen u hier vandaag te mogen verwelkomen in ons prachtig stadhuis. De kater na de Tour de France laat zich nog wat voelen. En het volgende feest komt al om de hoek kijken. Om de Flandriëns extra te verwelkomen, hebben we de gele versiering in de fietsen een paar dagen langer laten hangen. Dat de Vlaming zich in Brussel thuis voelt, is voor mij zeer belangrijk. Brussel is de hoofdstad van Europa, van België, van de Federatie Wallonie-Bruxelles, maar wat vandaag vooral van belang is, ook de hoofdstad van jullie, Vlamingen. Het is dan ook voor mij, als burgemeester van jullie hoofdstad, een eer het woord tot jullie te richten. Dat Brussel een wereldstad is, hoef ik niet uit te leggen. Hier wonen en leven meer dan 184 nationaliteiten. Loop maar door onze straten en je ziet de kleurrijke mix aan talen, culturen, achtergronden. Dit maakt van onze stad de 2e meest cosmopolitische stad ter wereld na Dubai. Zoveel verschillende mensen en achtergronden samenbrengen is een uitdaging van formaat. Maar als het goede wordt aangepakt binnen een duidelijke kader, ben ik ervan overtuigd
dat die multiculturaliteit een troef is, een verrijking. Dit is waar we naartoe willen met Brussel. Een stad waar iedereen een plaats heeft. Een stad waar iedereen zich goed kan voelen. Brussel is de hoofdstad van een complex en meertalig land waar het noorden en het zuiden, zoals in elke goed huwelijk, elkaar soms de duivel aandoen. Toch beseffen beide partners dat het op een ander niet altijd beter is. Brussel, waar meerdere gemeenschappen dagelijks samenleven, ligt ertussenin en weet als geen ander dat het beter is rekening te houden met elkaar. We willen tonen dat samenwerken kan en werkt. Elkaar niet saboteren, maar stimuleren. Want samen zijn we sterker. Werken verschillende niet net motiveren om tot een beter resultaat te komen? Vorig jaar vertelde ik jullie een mooi stukje gezamenlijke geschiedenis tussen Brussel en Antwerpen. Dit jaar is Leuven aan de beurt. Roel Jacobs, een goede vriend en oude rot in de Brusselse en Belgische geschiedenis, vertelde me dat de concurrentie tussen Brussel en Leuven in het verleden interessante resultaten heeft opgeleverd. Resultaten waar we vandaag nog de vruchten van plukken. Hun rivaliteit leidde tot emulatie. Ze pushten en inspireerden elkaar om verder te gaan, om zichzelf te overtreffen. Door de nabijheid van beide steden werd het bouwen van een stadhuis al snel een wildoen beter spel. De twee steden beconcurreerden en stimuleerden elkaar. De twee mooiste stadhuizen uit de 15e eeuw zijn hiervan het resultaat. En ik zeg wel 15e eeuw, om Antwerpen, Gent, Mechelen niet te beledigen. Jullie stadhuizen zijn ook mooi en prachtig. Ik haal dit voorbeeld aan, omdat het een mooie bewijs is dat rivaliteit en verschil aanleiding kunnen geven tot nieuwe inzichten en realisaties. En net op die manier proberen we vooruit te gaan in Brussel. Niet polariseren en wij, zij denken, maar gemeenschappen samenbrengen en naast elkaar laten leven. En dit geldt ook voor het Nederlands in onze stad. Elke Belg, Brusselaar, Vlaming moet zich in zijn hoofdstad, in zijn landstaal van keus verstaan, begrepen en welkom voelen. De oude garde bijsturen doen we, maar we willen vooral inzetten op het terrein en in de toekomst. Een gecoördineerd taalplan voor Brusselse staddiensten en ziekenhuizen. En natuurlijk vergeten we onze ketjes niet. Werk maken van de kennis van het Nederlands, dat kan Brussel niet alleen. Daar hebben we uw steun voor nodig. Nee, geen geld. We moeten samenwerken aan de basis. Jullie hebben de kennis en de mensen om het Nederlands te onderwijzen. Wij de wil om samen vooruit te gaan. Want de Vlaamse identiteit is een van de vele gezichten van onze mooie hoofdstad. Samen met mijn stadsbestuur maken we er elke dag werk van om ook die dimensie van onze stad te ontwikkelen. We zijn nog niet op onze eindbestemming, maar wel op de goede weg. Ik wens jullie allen een hele fijne Vlaamse feestdag. Ik dank u. Dankjewel, burgemeester Kloze. En voor we naar het slotwoord gaan van Chris van Dijk, keren we nog even terug naar de heren van de mens. Ze staan daar zo braaf in een hoekje. Ze brengen een nummer, 27 jaar oud, maar lang nog niet versleten. Geen nood ervan zelfs. Geniet van Irene. MUZIEK
donkerbruin, de ziel was donkerblauw. Ik had druiven gekocht, er zat een vlek op mijn mouw. Maar jij was niet bereikbaar voor commentaar. Irene, niemand heeft ooit zo mooi nee tegen mij gezegd. Irene, Irene, niemand heeft ooit zo mooi nee tegen mij gezegd. Met mijn valse tulpen stond ik voor je deur. Je zei, liegen is lelijk, maar het geeft je wel kleur. Ik had weer eens veel te hard geprobeerd met mijn glimlach uit de supermarkt. Mijn kartonnen excuses, mijn kunsthart alsjeblieft zeg. Mag het iets minder zijn? Irene, niemand heeft ooit zo mooi nee tegen mij gezegd. Irene, Irene, niemand heeft ooit zo mooi nee tegen mij gezegd. En als je thuis komt, denk dan heel even aan mij. En als je weggaat, denk dan heel even aan mij. Vanuit de diepte bekeken leek je mooier dan ooit. De wind was gaan liggen, de ijskast ontdooid. Maar jij was niet bereikbaar voor commentaar. Irene, niemand heeft ooit zo mooi nee tegen mij gezegd. Irene, Irene, niemand heeft ooit zo mooi nee tegen mij gezegd. Irene, Irene, niemand heeft ooit zo mooi nee tegen mij gezegd. Irene, Irene, niemand heeft ooit zo mooi nee tegen mij gezegd. Gezegd. Dankjewel, de mannen van de mens. En dan nu natuurlijk het woord aan de voorzitter van het Vlaams parlement. Hij heeft er een bewogen week op zitten en weet maar al te goed waarover hij het heeft als hij u het komende kwartier toespreekt over verantwoordelijkheid. Iets wat we allemaal hebben, alle burgers van dit land. Met onze stem, onze woorden en onze daden bouwen we mee aan deze samenleving. Voor onszelf, toekomst, maar ook voor zij die hier vandaag niet zitten. Omdat niet alle levens de weg naar dit eminente gezelschap vinden. Ook zij willen worden gehoord. Ook zij hebben hun stem uitgebracht op 26 mei. Ook zij willen dat verantwoordelijkheid wordt opgenomen. Een beter thema had Chris van Dijk dus niet kunnen kiezen na het jongste feest van de democratie. Een appel aan onze gezagsdragers en powers that be om hun verantwoordelijkheid op te nemen, maar intussen ook om de democratie haar rol te laten spelen in het parlement. Elke crisis is immers ook een opportuniteit. En een kans die we, gezien de uitdagingen die er voor ons liggen, zowel federaal als regionaal, we eigenlijk ons niet kunnen permitteren ook te laten liggen. Daarom geef ik graag het laatste woord aan de stem van het Vlaams parlement, Chris van Dijk. Dames en heren, geachte genodigden. Namens het Vlaams parlement heet ik u op deze Vlaamse feestdag van harte welkom in het stadhuis van Brussel.
Mesdames et messieurs, chers invités, c'est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à la fête de la communauté flamande. Meine Damen und Herren, ich heiße auch unsere deutschsprachigen Freunde herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie den Feiertag der flämischen Gemeinschaft mit uns feiern. Dear ladies and gentlemen of the Diplomatic Corps, it's an honor for me to welcome you as the representatives of your country or your community to celebrate with us the Day of the Flemish Community. Voor eerst wil ik mijn dank richten aan de stad Brussel, de hoofdstad van Vlaanderen, die ons naar jaarlijkse gewoonte de kans geeft om onze feestdag te vieren in haar prachtige stadhuis, heropgebouwd nadat Louis XIV met zijn imperialistische oorlogen het in 1695 helemaal aan diggelen had geschoten. Het verheugt mij zeer dat burgemeester Kloze hier opnieuw present is. Meneer de burgemeester, uw aanwezigheid vorig jaar was dus geen eenmalige symbolische daad. Integendeel, zij geeft ons feest nog meer glans en zet de verbondenheid tussen Vlaanderen en Brussel extra in de verf. En ik dank u ook van harte voor de boodschap die u voor ons op deze 11 juli had. Dames en heren, het is voor mij een eer om hier tot u het woord te mogen richten. Want het is slechts weinigen gegund om op 11 juli van op dit spreekgestoelte hun boodschap uit te dragen. Daarom ben ik dankbaar dat ik hier een toespraak mag brengen in naam van de gemeenschap van 6,5 miljoen Vlamingen. En dat is maar een peulschil in vergelijking van de totale wereldbevolking van ruim 7,7 miljard mensen. Ik besef dus ten volle mijn nietigheid. Maar ik besef ook mijn verantwoordelijkheid. En daar wil ik het vandaag over hebben. In de eerste plaats ook over mijn eigen verantwoordelijkheid. En ik verontschuldig mij nogmaals voor mijn onverantwoord gedrag van vorige week. Ik zal ervoor boeten, maar ik kan de klok ook niet terugdraaien. Maar mijn politiek handelen zal er wel op gericht zijn. Dat diegenen die voor een veilig verkeer ijveren in mij hun bondgenoot vinden. Dames en heren, elk individu heeft zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van zijn medemens, dichtbij of veraf. Gezin, familie, vereniging, dorp, stad, gemeenschap, land, continent. We maken stuk voor stuk deel uit van die sociale entiteiten. Met als ultieme leefwereld onze planeet. En of het nu om die 7,7 miljard mensen op deze aardbol gaat, of over 6,5 miljoen Vlamingen, ze hebben allemaal, elk individueel, hun wensen, hun verzuchtingen, hun dromen voor zichzelf en hun naasten. En elk individu heeft het recht om die wensen na te streven, om zichzelf te ontplooien in alle vrijheid. En dat staat zo ook met evenveel woorden in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Maar de realiteit leert ons echter dat die verklaring op vele plaatsen in de wereld geweld wordt aangedaan. Dat ze in de praktijk op vele plaatsen dode letter blijft. En nochtans zou die verklaring het fundament van elke samenleving moeten vormen. Daarvan zou elke burger en elke beleidsvoerder doordrongen moeten zijn. Elke mens heeft recht op een waardig leven. En daar moet elk van ons toe bijdragen door respect op te brengen voor zijn medemens. Die verantwoordelijkheid moet elk van ons opnemen. En dat alles is mogelijk binnen de maatschappelijke of de democratische maatschappijvorm die zich in deze contrée door eeuwen heen heeft ontwikkeld. Voor sommigen vormt daarbij de Magna Carta uit 1215 een sleutelmoment. En voor anderen de Gulden Sporenslag van 1302. En nog anderen verwijzen naar 1312, de Keuren van Kortenberg. Pal tussen Leuven en Brussel, meneer de burgemeester, waar voor de eerste maal de vrijheden van burgers voor het hertogdom Brabant verankerd werden. Maar
Zelf hecht ik veel belang aan de beroemde oudejaarsrede die Willem van Oranje eind 1564 ook in deze Zuid-Nederlandse stad uitsprak. En waarmee hij tegen de toenmalige Spaanse heerser Philips II inging. Willem de Zwijger verhief het woord, hij verhief zijn stem tegen de absolute katholieke gezag en pleitte voor gewetens- en godsdienstvrijheid. Tegen de verdrukking van niets ontziende inquisitie. En het barbaarse antwoord van de Spaanse koning en zijn hoofdinquisiteur Alva volgde 4 jaar later. Wanneer hier voor de deur op Pinksterdag 1568 de graven Egmond en Hoorn onthoofd werden. Dames en heren, waarom grijp ik terug naar dit stuk gruwelijke geschiedenis? Ik heb het over democratische ordening van een gemeenschap. Ik heb het over de persoonlijke overtuiging gehad. Waarom doe ik dat? Omdat die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. En die moeten in volle glorie kunnen getijen. Om elkeen de individuele kansen op vrijheid te geven die in die universele verklaring van de mensen, van de rechten van de mens, vervat zit. Want, dames en heren, als we het land, de staat, laten primeren op de gelijkwaardigheid van alle mensen, dan leidt dat onvermijdelijk tot wereldbranden die de vorige eeuw zowel Europa als andere continenten rood kleurden. Maar als we de ideologie of de religie laten primeren op de gelijkwaardigheid van alle mensen, dan worden niet minder mensen uitgemoord of onderdrukt. Ook in deze 21ste eeuw zien we dat zowel staat als religie nog te vaak die nefaste, verstikkende rol spelen in onze wereldorde. En gelukkig, Europa is er de laatste 75 jaar grotendeels in geslaagd om de dreiging van onzalige totalitaire regimes af te wenden en een maatschappijmodel te creëren waarin de individuele burger kansen krijgt om zijn dromen te realiseren. Voor die vrede en stabiliteit zijn we allen, individueel en allen samen, verantwoordelijk. Op de feestdag van de Vlaamse gemeenschap durf ik onomwonden stellen dat de Vlaming wel degelijk de nodige verantwoordelijkheidszin voor zo'n vredelievende samenleving in zich draagt. Vlaanderen is een gemeenschap van harde werkers. De welvaart die we bereikt hebben in het begin van deze 21ste eeuw stoelt op de noeste arbeid van onze voorouders en is dus niet vanzelf gekomen. Wij zijn hen verschuldigd om hun waarden en normen in ere te houden, om voor te bouwen op de tradities waarmee ze ons zo vaak bezongen en bejubeld vlakke land tot een regio van welvaart hebben uitgebouwd. In internationale rankings, waarin welvaart gemeten wordt op basis van het vrij redelijk enge criterium van de koopkracht per hoofd van de bevolking, maakt Vlaanderen constant deel uit van de kopgroep. Uit statistieken van de Eurostat voor 17 en 18 blijkt dat de koopkracht van de Vlaming 120% bedraagt van het EU-gemiddelde. En dat hebben we voor een groot deel te danken aan de ondernemingszin en de innovatiedrift van duizenden individuele Vlamingen. Van mensen die het heft in handen nemen voor hun eigen leven, voor hun gezin, maar ook voor hun personeel dat ze te werk stellen in de duizenden Vlaamse econooms, KMO's, de motor van onze Vlaamse economie. Dames en heren, welvaart is 1. Welzijn is 2. Want welvaart biedt kansen, maar welzijn biedt geluk. Ook in Vlaanderen hebben we de permanente opdracht en plicht om de zwakkeren in onze samenleving te ondersteunen en op te tillen. We willen vooruit, maar dan moet iedereen mee kunnen. En we hebben de voorbije jaren al veel energie gestoken in de strijd tegen armoede. Maar het is een lange strijd die nog helemaal niet ten einde is. Ons Vlaanderen is een zorgzaam Vlaanderen. Want dat is ook een fundamenteel uitgangspunt van democratie. Verantwoordelijkheid opnemen voor elkaar. En ik wil die benaming, zorgzaam Vlaanderen, niet abstract bekijken. Integendeel. De zorg is bij uitstek een sector waarin individuele Vlamingen heel concreet en elke dag opnieuw hun verantwoordelijkheid opnemen om het welzijn van de medeburger op te krikken. Zorgverstrekkers vormen de eerste lijnsfactor in de creatie van welzijn en geluk in Vlaanderen. En we kunnen hen niet voldoende bedanken en waarderen voor hun cruciale rol
in de samenleving. Op een gelijkaardige manier wil ik vandaag ook de onderwijsmensen in Vlaanderen in de schijnwerpers plaatsen. Niet in het minst omdat het onderwijs het beleidsdomein is waar ik de voorbije bijna 30 jaar heel veel energie in gestoken heb. Ook leerkrachten en opvoeders vervullen een cruciale rol voor de toekomst van onze regio. Zij hebben de dagelijkse zorg voor onze jeugd, voor onze toekomst. Zij dragen de waarden en normen over die van Vlaanderen gemaakt hebben wat het nu is. Dus ook zij dragen een grote verantwoordelijkheid, dag in, dag uit. En natuurlijk gaat mijn waardering ook naar alle andere beroepscategorieën. Welvaart en welzijn in Vlaanderen zijn niet de exclusieve verdiensten van ondernemers, van zorgverstrekkers en onderwijsmensen. Onze maatschappij is een optelsom van 6,5 miljoen mensen, allen met hun afkomst, allen met hun talent. En bij die 6,5 miljoen mensen horen ook de politici. Ook politici moeten hun verantwoordelijkheden opnemen. Zeker en vooral in deze tijden van toch wel politieke onrust. De burger heeft nood aan een stabiel kader. En laat het nu net dat zijn dat een beetje op de helling staat. En op alle niveaus. Op mondiaal vlak zetten protectionistische maatregelen de economische samenwerking onder druk. En op Europees vlak heeft dezelfde protectionistische reflex geleid tot de uitstap van een belangrijke partner uit de Unie van 28 en tot spanningen onder de andere lidstaten. Meneer de voorzitter. En u mag het me niet kwalijk nemen, maar in datzelfde Europa wenden we ook onze blikken af wanneer parlementsleden die streven naar een autonoom in Europa ingebed Catalonië in Spaanse kerkers verdwijnen of het verbod krijgen om een democratisch verworven plaats in het Europees parlement in te nemen. En binnen ons eigen land kondigt de vorming van een federale regering zich ook heel delicaat aan. Ook de Vlaamse beleidsvorming bevindt zich op een kantelpunt. Onze politici hebben de plicht om de Vlaamse burger een slagkrachtig beleid en een dynamische overheid aan te bieden. Want precies die overheid creëert de omstandigheden waarin de ondernemers, de zorgverstrekkers, de onderwijsmensen en al die andere beroepscategorieën hun eigen verantwoordelijkheden kunnen concretiseren. Wij politici dragen dus een verpletterende verantwoordelijkheid en we mogen die echt niet ontlopen. Het is onze plicht om ons daarvoor dag in dag uit in te zetten. Op 26 mei hebben de Vlaamse burgers de kans gekregen om hun stem uit te brengen en het beleid van de politici te evalueren. En die stemmen hebben ons wel degelijk wakker geschud. Zij hebben ons doen inzien welke diverse opinies en overtuigingen er leven in Vlaanderen. En de essentie van democratie houdt in dat we naar die stemmen luisteren. Dat we in dialoog gaan met de vertegenwoordigers van die verschillende visies. Links, rechts, centrum. We moeten de realiteit van tegengestelde opinies onder ogen durven zien en er de nodige conclusies uittrekken. Verantwoordelijkheid betekent voor politici ook dat zij uit die visies een beleid puren. Dat de belangen van zoveel mogelijk Vlamingen behartigt. Dat een maximum aan Vlamingen de ontplooiingskansen geeft waarop ze recht hebben. Dat in de eerste plaats de zwakkeren in de maatschappij de kans geeft die ze verdienen. Want een ketting is maar zo sterk als haar zwakste schakel. En bij het uittekenen van zulk beleid kunnen en mogen we ondanks die verantwoordelijkheid zeker ook niet over één nacht ijs gaan. Geen overhaasting dus. Zeker niet in de precaire situatie die voortgekomen is uit de stembusgang. Overleg. Bedachtzaamheid zijn geboden bij het uitstippelen van een beleid dat uitgaat van het ideale scenario waarbij geen enkele Vlaamse burger uit de boot valt. Dames en heren. We leven inderdaad in de welvarende regio Vlaanderen. En we mogen daar best trots op zijn. Meer zelfs, we mogen er trots op zijn dat Vlaanderen de motor is van een welvarende federale staat.
Vlaanderen staat in voor liefst 83% van de export. En vanuit zijn dynamiek draagt Vlaanderen ook de verantwoordelijkheid om de welvaart en het welzijn van het hele land als een hoofdbekommernis te beschouwen. Maar heeft Vlaanderen niet de plicht en het recht om te wijzen op de realiteit van de cijfers? Ik citeerde eerder het cijfer 120, de koopkracht van de Vlamingen. Die van onze Waalse landgenoten is 84%. En dat is ongetwijfeld een gevolg van specifieke economische en sociale omstandigheden in het andere landsgedeelte. Daarom zijn wij aan onze naaste buren, binnen ons eigen land, solidariteit verplicht. Maar in ruil voor die solidariteit mag de ene partner aan de andere politieke verantwoordelijkheid en respect vragen. Solidariteit, dames en heren, betekent ook loyaliteit. Vlaanderen heeft zich de laatste decennia altijd als een royale, solidaire partner binnen het geheel van onze staatsstructuur opgesteld. En wanneer aan die solidariteit voorwaarden of afspraken gekoppeld worden, dan moeten de politici zich er ook aan houden. Ook dat is een vorm van verantwoordelijkheid. En ik wil toch één voorbeeld aanhalen, waarbij ik graag verwijs naar de toekenning bijvoorbeeld van de RISIF-nummers voor artsen. 20 jaar geleden al werden daar tussen de gemeenschappen afspraken rondgemaakt om het aantal uit te reiken RISIF-nummers te beperken. Met afgesproken contingenten over de verschillende gemeenschappen. En wij in Vlaanderen, want ik was er al bij, voerden de daartoe ingangsexamens voor de studie geneeskunde in. Aan Franstalige kant heeft men dat niet gedaan. Waarbij nu blijkt dat er meer artsen afstuderen dan dat er RISIF-nummers beschikbaar zijn. We moeten beseffen dat heel wat Vlaamse jongeren hun droom gefnuikt zagen. Franstaligen niet. En dat is niet ernstig. En ik zou nog voorbeelden kunnen aanhalen van een verschil in politieke cultuur. En toch blijf ik een oproep doen dat Vlaanderen rekening houdt met de gevoeligheden van de andere taalgroep. En ermee dialogeert. Zoveel is zeker. Maar ook vice versa. Openhartig en onbevangen overleg aangaan is ook een vorm van verantwoordelijkheid. De weigering om te spreken met de andere taalgemeenschap of met hun grootste politieke vertegenwoordiger is een contraproductief zwaktebod. Door niet te praten zijn nooit problemen opgelost. Dames en heren, zeker op 11 juli op onze feestdag ben ik trots om Vlaming te zijn. Ik ben blij dat ik in een vredelievende en welvarende regio woon, waarvan de opeenvolgende regeringen een beleid gevoerd hebben dat de Vlamingen veel ontplooiingskansen geeft. En ik ben niet blind voor het feit dat er nog veel werk aan de winkel is om tegemoet te komen aan de verzuchtingen en dromen van al onze inwoners. Er is ook nog veel werk aan de winkel. En om iedereen te laten delen in welvaart, welstand en zeker zo belangrijk welzijn. Maar zoals ik al zegde, ben ik trots op deze feestdag van een welvarende regio die in haar beleid consequent en op verantwoordelijke wijze aan het welzijn denkt van alle Vlaamse burgers en die solidair is met de landgenoten van de andere taal- en culturele gemeenschappen in dit land. Door die verantwoordelijkheidszin, zowel individueel als collectief, heeft Vlaanderen op natuurlijke wijze een voortrekkersrol opgenomen binnen onze federale entiteit. Die voortrekkersrol geeft Vlaanderen het recht om een belangrijke stem in het kapitel te hebben bij het uittekenen van een performant, productief en sociaal federaal beleid voor heel ons land. Het past aan mijns inziens ook niet dat in een nieuwe federale regering slechts een minderheid van de Vlaamse bevolking zou vertegenwoordigd zijn. Want Vlaanderen, dames en heren, begint met de V van voortrekker. Vlaanderen begint met de V van verantwoordelijkheid. En op deze feestelijke dag mag heel de wereld weten dat Vlaanderen die verantwoordelijkheid graag opneemt. Tot heil van onze gemeenschap, tot heil van het hele land. Ik dank u voor uw zeer aandachtige aandacht en ik nodig u uit om samen de Vlaamse leeuw te zingen. Dank u wel.